Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het... Maandag. Ja, maandag 25 januari. Ik zat te denken aan 24, maar dat was gisteren. Ik ben Jennifer Dekkers en degene die net maandag zei, dat was Vince. Ja, ja, gisteren heb ik niet eens gevlogd eigenlijk. Het was eigenlijk de day after van de begrafenis van mijn moeder. Ik was ontzettend moe zaterdag. Dat hebben jullie ook wel gezien. Maar ik was gewoon zodanig moe en ik had hoofdpijn. En de volgende dag was ik eigenlijk alles rustig aan het doen. Alles een plekje aan het geven. En eigenlijk niks meer eigenlijk. Ik had echt iets van, ik moet rustig aan doen. Proberen veel spelletjes te spelen en zo. En Vince is de hele tijd bij me gebleven en nu nog steeds. En je blijft nu gewoon echt bij mij totdat ik me eigenlijk weer 100% kan voelen of zo. Ik lag nu wel een beetje, maar het komt wel. Het heeft alleen tijd nodig. Ik had eigenlijk gisteren ook geprobeerd alle berichtjes te lezen. Maar ja, dan raak je weer in de tranen. En ja, even met Ko besproken van wat we in de vlog zouden laten. Of dat het niet in de vlog zou komen, weet ik het allemaal. Nadenken voor alles en wat. En ja, het is even zwaar. En Vince doet nu voor mij de was trouwens. En dat vind ik ook wel heel erg lief. Dankjewel Vince. Ja, graag gedaan. Ja, dank u. Ja, ik verstond het wel. Maar ik hield je wat langer in beeld. En ja, ik heb nu ook die gekke mijn broek aan of zoiets. Of weet ik veel wat het pak het mag wezen van Coca-Cola. Ik kan het even laten zien op deze manier. Kippenpoten. Maar goed, dit is hem. Ik vind het wel grappig. Ja, ik noem mezelf kippenpoten, Vince. Ik weet het. Je hebt echt iets van, hoe de fuck noem jij jezelf? Oh ja, Vince denkt aan het TikTok liedje. Ik heb hooguit één TikTok geplaatst. Dat was gisteren, maar dat is een throwback. Dus niet dat mensen denken van, oh, ze is weer aan het TikTokken. Nee, dat niet. Ik moet wel zeggen... Ik kan me soms ineens heel erg opgewekt voelen en dan ineens weer heel erg treurig. Dat heeft Vince ook wel gemerkt. Ik heb vannacht ook een rotnachtmerrie gehad waardoor ik niet meer heb geslapen. En meestal wordt Vince wel wakker als ik dat zeg, maar nu dus even niet. En ik moet hem even helpen. Oh. Ja, de wasmand viel bijna. Maar het is goed gegaan, gelukkig. Ja. De nachtmerrie was eigenlijk dat iemand mij vastpakte en op de grond duwde. En dat hij ineens mijn knie wou hebben voor zijn eigen operatie. Terwijl ik ook een operatie moest. Hij sneed in mijn knieën, weet ik het allemaal. En dan keek hij ook nog heel eng bij. Het was een super vreemde droom. Ik had een gasbrander op een gegeven moment bij. Ik wil hem raken, maar het lukte niet. Het sloeg helemaal nergens op. Maar gelukkig is het maar een droom, zeg maar. Of een nachtmerrie eerder gezegd en niet in het echt. Dat is echt zo'n verschrikking. Ik onthoud vaak wel dromen, maar dit was echt de vreemdste ooit, vind ik. Ik heb wat een mond in. Ja. Maar ja. Zo. Die zucht is eruit. Dat heb ik gisteren ook heel veel gedaan. En ja. Het is eigenlijk zwaar. En het lijkt alsof ik nog in een soort roes zit. Maar ik heb ook nog wel eens momenten dat ik weer, net zoals ik net zei, treurig ben. En dat ik dan even tranen in mijn ogen heb ofzo. Maar dan duw ik ze weer weg. Ik heb geen zin om de hele tijd te huilen. Terwijl andere mensen zeggen, het is juist goed om te huilen. Dat geloof ik graag, maar van mijn kop niet. Oepsie, dat was mijn telefoon. Oeps. Ik zal ook even een reactie lezen wat ik had gelezen van iemand. Even kijken of ik die nog kan vinden. Ja, deze. Je reactie staat erbij. En dat was van mijn vlog van een stukje rouwverwerking. En dus hij heeft diegene Mac Barbie. Aparte naam, maar oké. Okay. Jij zegt, wauw, wat ben jij een sterke meid. Heel veel respect hoe jij ermee omgaat. Ik ben mijn moeder 3 jaar geleden verloren toen ik 33 jaar was. Snap die verwarring heel goed. En inderdaad, leef je in een soort roes. Een soort overlevingsmodus. Ik wil je heel veel sterkte en krachten wensen. Ga maar lekker Sims spelen. Dat heeft mij er ook doorheen gesleept. Zo nu en dan even afleiding zoeken. Pas goed op jezelf. Dus
bedankt, Mac Barbie. Hartelijk bedankt voor jouw reactie op deze vlog. Of op die vlog. Heel erg lief. Senna Weijers, ook jij bedankt, want je hebt ook gereageerd. Jij schreef, je bent zo'n sterke meid, maar je mag zeker ook je emoties tonen zoals je je echt op dat moment voelt. Zo trots op jou. Dus ook bedankt van jou, voor jouw reactie. Dan Kwandi Herrebout. Ook bedankt voor jouw reactie bij die vlog. Ik heb echt superveel respect voor jou. Ik wil je het allerbeste voor 2021 wensen. En dat dit jaar je veel geluk mag brengen. Je staat zo stevig in je schoenen. En dat vind ik zo knap. Je bent echt de grootste topper die ik ken. Je moeder is nog altijd bij je. Houd dat in gedachten. Liefste groetjes van mij. En dat klopt ook. Ze zal altijd bij me zijn, maar dan op een andere manier. En ja, dat zal raar zijn. Ik ga, als het goed is, binnenkort weer naar Ko toe. Ik heb hem gezegd, neem je tijd. En nu zal ik gewoon voortaan Ko zeggen, want mijn moeder is er niet meer. En dat is zo zwaar, gewoon. Ik ben nu nog vrolijk, maar wie weet hoe ik straks ben. Ik heb geen idee. Maar ja. Ik ga Vince even helpen. Dat is wel handig. Hè? Ik ben er klaar. Hij wil niet dat ik ga helpen. Hè? Laat me lekker zitten. Ik wil een paar kledingstukken nog. De wie? Nog een paar kledingstukken. Oké. Nou, dankjewel. Dat is lief. Dat is heel erg lief. En ja, als je je afvraagt wat er met Vince kapsel is gebeurd, heb ik eerder al gezegd. Dat heeft zijn vader even gedaan. Dat is heel erg lief. Dus dat straks allemaal. Zojuist had ik Jeffrey even video gebeld. En ik vertelde hem wat Joyce had gezegd, mijn schoonzus. En zij wilde graag het filmpje hebben, maar ik kreeg het niet voor elkaar om het te versturen, want het bestand was te groot. Nou hebben we dat via WeTransfer verstuurd en dan eventjes kijken hoe dat ging. Toen vroeg Jeffrey wat dingetjes en toen zei ik even later tegen hem van ja, we zijn eigenlijk Dragon Ball Z aan het kijken op de computer, maar op de tv lukt niet. Als je een Chromecast hebt, kan dat wel. Dus we hebben dat geïnstalleerd, want de Chromecast had ik toevallig. Wou ik eigenlijk aan Wendy geven, maar zij heeft er al eentje. Dus ja, dan, wat doe je dan? Zelf houden. En nu kunnen we Dragon Ball Z kijken op tv. De kwaliteit is alleen een beetje gek, maar het is wel grappig om te zien. Hier is ook iets zien dus. We hebben hem nu even op pauze gezet. Maar we kunnen in ieder geval kijken. En dat vind ik echt super leuk om te zien zo. Hoe anders wil je het hebben? En misschien dat je hoort hoe de camera inzoomt en uitzoomt. Ik moet even zeggen, toen ik onderweg was naar Daphne, is deze camera nogal hard gevallen op de grond. Dus de zoom klinkt een beetje gek. Dus ja, sorry about that. Maar dan kunnen we nu eventjes Dragon Ball Z verder kijken. En even een dipje weer. Het is even raar. Ik heb nog steeds een beetje last van hoofdpijn. Oh. En woensdag ga ik naar de huisarts. Bevolkingsonderzoek of voor baarmoederhalskanker. Vanaf 30 jaar en ouder is dat. Zijn ze bij mij een beetje laat. Ik ben in september jarig geweest. Dus ik denk dat het zo hoort, zo laat. Of ja, ik heb geen idee. Nou, ik zit er wel een beetje mee weer. Ik kan even geen negatieve dingen gebruiken. Dus ik hoop dat Vincent meteen weer hier terug is. Want hij ligt even op bed. Beetje pijn aan zijn voet. Maar... gaat wel over. Vinci, kom je? Jee! Ik weer vrolijk. Nou, even diepe zucht weer. Een beetje uit mijn doen weer. Jippie. Dat hoort erbij bij rauwe verwerking. Ik ga eventjes mijn ding doen hier. Dus dat zo allemaal. Wij gaan weer lekker slapen. Ik had vanavond een kaarsje aangestoken voor mijn moeder. Die moet ik er nu uithalen, want hij is leeg. Deze was het. Hij is zo te zien ook gebarsten. Ja. Oké. Nee, kan dat ook dus. Nou, ja. Het was in deze. Hij is een beetje zwart zo. Ik ben benieuwd of dat er nog uit gaat. Ik heb dat er ook in. Dus dan gaat het hele huis een beetje naar vanille ruiken. Heel erg lekker om te ruiken, vind ik. Dit zijn weer de andere condoleantse kaartjes. Komt er nog eentje deze kant op? Dat is echt super lief. Ik had vandaag weer even twee emotionele momenten eigenlijk. Ja, dat hoort er gewoon bij. Het kwam een beetje door Ko.
Want die wou eigenlijk alles op zijn manier doen. Prima, dat kan. Maar niet de hele tijd alles wegproppen of zo. Dat is niet goed. En uiteindelijk kwam het door code dat ik begon te huilen. Maar ik duw eigenlijk ook alles weg. En ik moet het eigenlijk ook gewoon laten gaan. Maar dat vind ik moeilijk. Eigenlijk. Want ik heb geen zin in hoofdpijn. En dat is zo vervelend bij mij eigenlijk. Ik denk dat meerdere mensen dat hebben. Dat ze dan hoofdpijn krijgen. Dus ja. Dat is heel lastig. En de rouwverwerking, ja, nu, als ik nu nog over mijn moeder ga beginnen, of als iemand tegen me zegt van gecondoleerd of zo, dan begin ik al zo wat. Dus dat is heel erg moeilijk en ik ben benieuwd hoe dat volgende week is. Ik ben nog niet echt naar de winkels geweest, ik kan mij nog niet echt toe zetten. Maar ik ga het wel morgen proberen in ieder geval. Dat is wel belangrijk, vind ik. En ik ga zo meteen lekker slapen, ja. Wat moeten we hier nog op zeggen? Ik doe mijn best. En meer kan ik niet doen. Mijn broers helpt me ook. En mijn stiefbroer helpt me ook. Of eigenlijk allebei. Ze helpen allebei. En nu, ja. Minder spierpijn in mijn schouders. Ook dat laat los. Dat is echt een wonder voor mijn doen. Oh, het is wel handig als ik trouwens de verwarming uit. Hè? Oeps. Ik had dat ding totaal niet gezien. Oepsie. Einde theepot. Juist. Scherven brengen geluk, zeggen ze. Oké. Ja, sorry Vince. Nou, ik wou toch. We moesten toch eigenlijk een andere theepot zoeken. Ah, shit, dit is zonde. Shit. Amigado. Juist, ik raak eventjes helemaal van de leg. Juist. Ik moet stoffer een blik pakken. Oepsie. Wat zeg je? Jij pakt het? Dat is lief. Oh, dit is erg. Dit vind ik echt erg. Nou, Vince wil stoffer een blik pakken. Dat is ook heel erg lief. Nou, dit is dus het resultaat van mijn klunzigheid. Ik heb dat ding totaal niet gezien. Hij stond daar. Waar ligt het? Hè? Ik had hem niet gezien daar. Dat ik tegen het ding was, toch? Tegen later. Ja, ik dacht dat hij op tafel stond hier zo, op die tafel. Sorry. Oh, nu sta ik er ook nog in. Jeeks. Ik mag niet lopen, denk ik nu of wel. Nogmaals sorry, Vince. Ik raak nu zo ontzettend onzeker. Nogmaals sorry, Vince. Dat vind ik erg. Sorry people. Ik ga nu toch afsluiten. Dus jullie mogen abonneren op mij. Dat zou ik heel erg lief vinden. En een blauw duimpje omhoog vind ik leuk. Zou ik ook heel erg lief vinden. Tot de volgende keer. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Dus bij deze rollators.